En dat verlangen naar verbondenheid, verwondering, dankbaarheid, wordt dat allemaal bij de droom? Binnen de droom, wat is een van de kenmerken daarvan, is dat we de dingen afgescheiden zien. Dus ik ervaar mijzelf als een afgescheiden wezen, een ander ook. En dus is er een afstand en die kunnen we dan overbruggen en dat noemen we dan verbinding of verbondenheid. En dan moet je onderhouden en het is heel ingewikkeld. In werkelijkheid, er is geen afgescheidenheid, dus vanuit mijn perspectief is verbondenheid gezeven. Er is niks verbroken namelijk, dus wat moet er verbonden worden? Snap je? Dus aan de ene kant, binnen de droom gezien, en wat ik wel eens grappenderwijs gevorderde onwetenden heb genoemd, die zijn allemaal bezig met die verbondenheid enzovoort. Ze zijn dan samen in het universum. Maar ze ervaren zichzelf nog steeds als ik hier een kereltje of een grietje en oh, het hele universum en al die andere mensen en wat willen die van mij en is dat wel safe? En zoals je realiseert als je een stapje als het ware achteruit doet en gewoon die achtergrond ervaart, die er nu al is, alles rijst daarin op. Iedere indruk die je kan hebben is volledig welkom. Dat gebeurt. Gevoelens, gedachten, objecten, wat je mensen noemt, alles verschijnt daar gewoon in. Niets hoeft anders. Dus wat moet er verbonden worden? Ik verbind alleen iets als er iets gewond is. Er is geen wond. Er is geen afgescheidenheid. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, binnen de droom zijn mensen die zich kunnen verbinden met dingen prettiger wezens dan degene die helemaal opgesloten zitten. Ze hebben het in ieder geval prettiger, maar beide zitten in de droom. Je ziet. Dus die dubbelheid van verbondenheid, dus intimiteit en dan weer afstand, dat is wat er de hele tijd gebeurt als je jezelf opstelt als een afgescheiden wezen. Dit is wel veilig, dat niet. Dit mag dichtbij komen, dat niet. Oeh, ik had toch verwacht dat hij of zij nou zus of zo zou doen. Ik dacht dat ik hem of haar kende. You don't. Dus het is veel handiger, als het ware, om de aandacht een beetje te verplaatsen van wat ik wil of wat ik vrees naar waar dat in gebeurt. Dat gebeurt in wat je al vrede of helderheid of tegenwoordigheid of vrijheid of welk woord je leuk vindt. Daar gebeurt dat allemaal al in. Er is niks te verbinden. There's nothing broken. Als jij dus nu de vrede noemt, maar in ieder geval die ruimte gebeurt, zeker dat je er een positieve deel van rust of zo. Ja, dat zijn termen die gebruikt worden daarvoor. Ja, maar die leeftijd is ook niet depressief, maar het vertelt niet het cent van nauwelijks. Nee, zeker niet. Maar die leefte, dat is het effect inderdaad van shaking the tree. Dus je hele hebben en houden kan door elkaar geschud worden, zodat je een keer goed kan kijken waar je nou eigenlijk in gelooft of waar je aan vasthoudt. Dat is niet per se leuk. Maar dat is wel nodig om te genezen. Als je ziek bent, dan moet je soms ook een of ander goor drankje drinken. Er is niet iets tegen jou, but you gotta get better. En een chirurg snijdt ook in je, niet omdat hij iets tegen jou heeft, maar dat dingetje moet eruit. Dit is ook zoiets, van je moet wakker schudden eerst van, oh, wacht eens even, waar hou ik allemaal aan vast, waar geloof ik in? En hoe helpt mij dat nou eigenlijk? Nou, niet. Dus terug naar dat punt van die verbondenheid, je kunt je gaan inspannen en je kunt naar allerlei verbondenheidstherapeuten. Je pakt een blaadje onkruid of zo en er zijn 3 miljoen therapieën te vinden, dus je kunt je hele leven vullen. Ten diepste, als je daarmee bezig gaat, zal je merken, als je oplet, dat je je ik-gevoel versterkt. Maar nu is er een ik die zich zo fijn verbinden kan. Ja, ik vind het allemaal prachtig, maar het heeft niks te maken met wat je wezenlijk bent. Blijf er dan een soort cynisme over? Ik ben totaal niet cynisch. Ik zie de dingen gewoon voor wat ze zijn. Ik verwacht niks en ik ben dus ook nooit teleurgesteld. Want ik zie de dingen zoals ze zijn. Ja, cynisme is eigenlijk een beetje teleurgesteld. Ja, natuurlijk, dat is een houding van het ego, hè. Hij bedacht iets en dat ging, het wordt toch nooit wat. Nou, zo leef ik niet. Het wordt altijd wat, namelijk wat het is. En soms komt dat niet overeen met wat Hansje leuk vindt, maar who cares? Is die de belangrijkste in het universum? Ik dacht het niet. Je ziet. Dus nu is van belang dat je niet probeert naar beneden. Dat je niet probeert aan die leegte te ontkomen, maar die gewoon deel
zelf te ervaren. Want anders ga je voor de zoveelste keer gewoon in een vermijdingsstrategie. Weet je wel, leer gewoon zijn met wat er is, inclusief leven. Nou, er is iemand dat. Ja. Zat erin. Hè. Dat is een grapje. Simpel, voorlezen wat hier staat. Indien de uitkomst hoger is dan 24, bent u absoluut, totaal en volledig ongeschikt om te ontwaken. Indien de uitkomst lager is dan 24, bent u ofwel een zeer geoninteresseerd of dom mens, of een mogelijke kandidaat. Nee, perfect, hè? Dus het eerste doel is geslaagd. He, het doel wat ik gisteren stelde was om duidelijk te krijgen wat je wil. Nou, als je dus interesse hebt in gezondheid, in het milieu, in hoe het met je partner gaat, in spirituele oefeningen, kunst, cultuur, een lang leven, bedreigde diersoorten, nou ja, enzovoort. Als je daar allemaal interesse in hebt, dan heb je gewoon geen energie en focus over om wakker te worden. Dus niet dat dat slecht is, want nogmaals, je hoeft niet wakker te worden. Dat is het mooie. Je kunt gewoon lekker doorslaan. Dus, voor mij is het weekend geslaagd. Wauw. En zou je nog eens uit willen leggen dat het over menselijke volwassenheid? Ja. Dus van, kies je daar vrij jaar voor? Of voor een wapen? Nee, dat kun je niet, hè. Ja. Die macht die heb je niet. Dus het risico wat erin zit, als je werkelijk volwassen bent, is dat je ook nog uit elkaar valt. Dat snap ik niet. Dat hoeft ook niet. Dat je stopt met het denken dat je iemand bent. Dus je hebt eigenlijk drie categorieën mensen. Onvolwassen mensen, volwassen mensen, er zijn er heel weinig van. En je hebt er ook nog een paar, ja, die bestaan niet, zou je kunnen zeggen. Weet je wel? En, nou, als je de transitie wil maken van onvolwassen naar volwassen, begint dat met de dingen onder ogen komen. En dan heb ik het gewoon puur over je eigen neigingen, je eigen blinde vlekken, patronen enzovoort. En dat je gewoon iedere emotie of spanning of gevoel voelt. In plaats van hem te ontkennen, te verklaren, af te dekken, proberen er vanaf te komen enzovoort. Dus dat betekent in de basis hetzelfde als wat je iedereen zou aanraden die iets wil. Ga naartoe waar je normaal vandaan loopt. Dus is er angst? Ga daarin, ga daar doorheen. Anders moet je een vluchteling blijven in je eigen bestaan. Want ik durf niet te spreken in het openbaar, dus mijt ik groepen. En dan onderwijl roepen dat je volwassen of vrij wil zijn. Waarom ga je niet gewoon spreken voor een groep en voel je gewoon al die heisa die binnenin is met een interesse? In plaats van daarvan te maken dat je dan niet deugt. Waarom zou je geen spanning mogen hebben om voor een groep iets te zeggen? Dat geeft toch niks? Dus dan gaat het in feite om proberen te ontmantelen waardoor jij jezelf beperkt. Het heeft gewoon met het verminderen van zelfbeperking te maken. Ik ben niet goed genoeg, mensen moeten mij niet, het is met mijn business ook nooit wat geworden, weet je wel. All that talking down all the time. Dat kun je gewoon gaan ontmantelen. Nou, en daarvoor heb je contact nodig. Ja, wat ik gisteren zei, van als ik een vuurtje wil blussen, een brandje wil blussen, moet ik er naartoe om in die prullenbak die bak water te gieten. En niet op een afstandje van, weet je wel, of gewoon naar buiten lopen van, nou, we doen net alsof het er niet is. En dan fikt hij de kerk af. Dus mensen die volwassen willen worden, of meer zelfexpressief, of hoe je dat wil noemen, die moeten gewoon zich aanwennen om precies het omgekeerde te doen wat ze hun hele leven al doen. Er naartoe gaan waar je wil vluchten. Stoppen met vermijden. Dingen wel zeggen. Gewoon aangeven van ik heb geen zin om op die verjaardag te komen. Jong, vind je me niet nodig dan? Daar heeft er niks mee te maken. En als je zo doorgaat, krijg je daar ook nog een antwoord op. Weet je wel. Maar ik heb gewoon geen zin. In plaats van, ja, ik moet wel, want anders dan gaat de familie raar over mij denken of zo, weet je wel. Dus dan ga je stoppen met zoveel waarde te hechten aan wat de wereld van je denkt. En dan kom je erachter gaandeweg, de Krishnamurti natuurlijk gelijk had, toen hij zei, de wereld, dat ben jij. Er is geen externe wereld, het heeft allemaal te maken met gevoelens die in jou opgewekt worden. Iemand doet lelijk tegen jou en het resoneert met jouw gevoel dat je niet deugt. En dus ga je proberen die figuur te vriend te houden of te mijden.
Want dan hoef je dat rotgevoel niet meer te voelen. Nou, dat noem ik onvolwassen gedrag. Dat iemand van 5 dat doet, because he can't handle it, ja, dat snap ik heel goed. Maar als je hier 10, 20, 30 jaar rondloopt of zo, weet je wel, come on. Dus dat gaat dan veel meer over een echt mens zijn. Ja, oké, dat is fantastisch. En dat maar wat nu volgt is niet van om te zeggen dat dat minder waardig is. Het is alleen zo, omdat dat nog steeds binnen de droom is. Binnen het concept, ik ben een afgescheiden wezen in een oneindig universum. In plaats van in te zien, ik ben bewustzijn en dat zogenaamde oneindige universum is een ervaring in mij. Wat een radicaal ander perspectief is en daarmee vervalt die hele business van volwassen, onvolwassen, verbondenheid, liefde, al dat stuff. Dus dan heeft dat volwassen worden geen zin eigenlijk? Het is... Vanuit daar gezien niet. Ik zeg zelf dat ik vanuit de persoon bezig ben. Hè? Sure. Ik zie mijn gedachten, mijn emoties, ik ga ze aan en zo. Good. Maar ja, en dan? Gewoon daarmee doorgaan, alles aangaan. En je er bewust van blijven, zoals ik af en toe tussendoor en misschien vanmiddag en morgen wat meer nadruk op gaan leggen. Merk af en toe op dat er iets is wat gewoon totaal ontspannen toekijkt en nergens een oordeel over heeft. Die vrijheid, of hoe je het wil noemen, die is er al. Die is de hele tijd met je, zou ik maar zeggen. Je loopt erin rond en je bestaat eruit. It's already there. Of jij nou een hele akelige gedachte denkt, of een hele mooie, nobele, boeddhistisch-christelijk verantwoorde. Dat maakt dat bewustzijn een bal uit, want het is allemaal tekst in de ruimte. Het heeft geen enkele werkelijke betekenis. Maar dat is dan uiteindelijk een ervaring die je dan hebt, dat je dus dat bewustzijn bent, dat inzicht. Dat realiseer je op een gegeven moment, en dan noemen we dat dan al. Dus er is een verschuiving mogelijk. Van ik ben iemand, nou, ik ben dat. Tot het verschuiven heb je als persoon geen invloed? Geen enkele invloed, nee, natuurlijk niet. Ja, dat is de frustratie. Nee, dat hoeft helemaal niet. Als dit helder wordt, dat je daar dus niks aan kan doen. En dat je het dus ook niet kunt voorkomen. Dan laat je het daar gewoon bij en ondertussen doe je gewoon wat je hoort te doen. Namelijk voelen wat er te voelen valt, confronteren wat er te confronteren valt, aangaan wat je aan moet gaan. Be honest with yourself, basically. Nou, dan heb je kans dat die bol wat ruimer gaat voelen en dat die schil die je om je heen gebouwd hebt, dat die dunner wordt. En dan kan het zijn dat die ineens weg is. En dan ga je meestal giechelen en een beetje schelden nog. Tenminste, zo ging dat eerder of zo. Godver aan de ene kant en een lachbaar zo van Jezus, man. Dan heb ik daar al die jaren al die boeken voor gelezen en al die chakras binnenste buiten gekeerd en mantra's en meditaties en zo en it's all crap. 10 jaar lang depressief lopen rondkloten gewoon omdat er een stofje in mijn ogen zat. En ik wist het ergens, hè. Ik wist gewoon, ik zie iets niet. Er is gewoon één klein dingetje en dat zie ik over het hoofd. En dat heeft miljoenen effecten, waardoor ik gewoon echt door een bos heen loop en ik weet niet eens wat bomen zijn. Ik loop ook overal tegenaan. Om met alles te vechten en te knokken en te doen. Ja, en dan is dat stofje weg en dan is alles nog hetzelfde en alles is anders. En je problemen zijn gewoon weg. Waarom? Omdat er geen je meer is. En dan gebeuren er exact dezelfde dingen als daarvoor, weet je wel, in je leventje. En je merkt gewoon dat er geen reacties meer komen. Van, oh, wat erg, of jee, te gek. Of al dat soort gedoe. Van, dat heb ik goed gedaan. Of, nou ben ik schuldig. Want gisteren zei je ook precies van dat het misschien wel fijner is om volwassen te zijn dan ontwaakt te zijn. Ja. Het mooie is, van als je volwassen bent, dan hoor je er nog bij. Je hoort nog tot diezelfde soort. En daar kun je dan mee relateren. En je bent gewoon wat sensitiever en wat sterker en wat intuïtiever. En weet je wel, je bent een volgroeid exemplaar van die kudde, zou ik maar zeggen. Nou, als je tot realisatie komt, dan weet je, om het maar even zo te zeggen. In het ene geval ben je een volwassen schaap. Een mooi schaap. In het andere geval heb je gerealiseerd dat je een leeuw bent. Ja, die horen niet tussen schapen.
En die hebben ook niet zoveel neiging om elkaar op te zoeken, want het zijn solitaire beesten. Dus dat is helemaal niet zo vreselijk gezellig om constant over die schapen om je heen te hebben. Al dan niet volwassen, want ze doen de hele dag meh, 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 meh. En ik kan daar niks mee, want ik versta het niet. Dus ik heb dan af en toe zoiets van ja, weet je wel. Ja, dat bedoel ik niet eens vervelend, maar ja, iedereen is weer in paniek. Ik ben het allemaal lang kwijt, want dan staan die schapen allemaal nog wel na te denderen. Zo. Als ik een keer boos word, weet je wel, dan trilt het huis een week. En ik ben 3 seconden boos. Dus zelfrealisatie brengt een prachtig fenomeen met zich mee. De totale realisatie, alleen ik ben. Al het andere is gewoon indruk. En dat bedoel ik inclusief de dingen. Dat zijn ook indrukken. Wat je je lichaam noemt, zijn gewoon fysieke sensaties. Er is niet een feitelijk lichaam. Of iets dergelijks, dat denk je maar. Weet je wel, de meninkjes die hier opwellen, en of die nou hier opwellen of daar opwellen, die zijn allemaal net zo betekenisloos. Dat is wel jammer, want dan kun je dus moeilijke ruzie maken. Want daarvoor moet je hechten aan je mening. Of aan die van een ander. Nou, en je ziet dus alles om je heen, voor zover je dat serieus neemt, als zogenaamde mensjes die in en uit beeld wandelen, ja, die vinden allemaal van alles, die denken allemaal van alles, die geloven in van alles waar jij niet in gelooft. Dus ik maakte de vergelijking wel eens van, het is net een beetje alsof je omgeven bent door alleen maar 8-jarigen. En er is niks mis met een 8-jarige, alleen die spelen met Barbies en brandweerauto's en ik niet. Maakt dat je dan niet heel alleen zijn? Nee, alleen. Dat is net het leuk, hè? Hallo, hè? Hol. Wat? En alleen, precies hetzelfde. Alleen. Dus al één. Dan zie je ook gelijk van die ene L hier kort. Oh, zit in Nederland. Ja, ja. Zoveel maak ik me nou mee. Nou, dat is met helemaal precies hetzelfde. Heel al. Het is al heel, snap je? Dus als wij gaan zitten zoeken naar heel worden en verbondenheid en al dat gelul, dat is er al. Dus wij weigeren eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de hele tijd te realiseren hoe het al is. En vanuit die weigering die we vergeten, voor het gemak, want dat doet iedereen, gaan we knutselen. Ja, dat komt voor iemand die wakker is, zou ik maar zeggen, tamelijk krankzinnig over. Maar vrijwel alles wat ik naar me toe krijg, en niet alleen van jullie geliefde zoekers, maar van alle mensen ook in mijn privébestaan, die redeneren allemaal vanuit die kant. En ik niet. En dan moet ik dan op het gepaste moment knikken of ja zeggen of dat soort dingen. En zoals ik gisteren al zei, oppassen dat ik niet op het verkeerde moment vreselijk in de lach schiet. Nou, zit je dan voordat je... Nee, ik herinner me daar steeds minder van. Weet je wel, dus heel vaak komt dat tamelijk verbijsterend over. Hè? Dan zit iemand me iets te vertellen, er is iets gebeurd, weet ik veel. En die wordt helemaal opgeslokt in dat verhaal van hoe erg dat is. En ja, dat was toen ook al. En, weet ik veel, iemand voelt zich verraden of tekort gedaan. Weet je wel, dan zit ik echt zo van, waar heb je het over? Maar ik zie dat die ander, die neemt dat helemaal serieus. En ik weet niet zo goed wat ik moet doen dan. Moet ik nou slaan of gaan gillen of gewoon weglopen of... Oh! Ik weet het niet. Dus ik laat maar eruit komen wat er dan uitkomt. Het is veel gezelliger om gewoon een volwassen mens te houden. Dan kun je daar nog wel mee relateren. Weet je wel, want je voelt je dan weliswaar een ruimer en vollediger ik. Maar nog steeds een iemand. Dus je kunt veel makkelijker relateren met, weet ik veel, je bezorgd maken over je kinderen. Want een volwassen mens kan zich nog bezorgd maken, een verlichte niet. Want er is nooit wat mis namelijk, snap je? En wat er met mededogen is zoals gedaan? Mededogen heeft er dus niets mee te maken. Ik ben blij dat je daarover begint. Mededogen en verlichting hebben niets met elkaar te maken. Dat hebben de boeddhisten bedacht. Dus een verlichte, mededogende... Dat kan niet. Mededogen met wat, snap je? Er moeten er 2 zijn voor mededogen. Ik heb mededogen met iemand. Dan zou er iemand moeten zijn. Het inzicht van verlichting is, er is niemand. Dus met wie moet je mededogen hebben?
Dus zodra ze over mededogen beginnen, weet je één ding zeker. Het heeft niks met verlichting te maken. Het past binnen een warm mens zijn. Top. En kun je dan iets stukjes tussen? Waarom zou je? Volwassenen. En wie zou dat moeten doen? Nou, projecteer je weer een ik erin die iets zou kunnen beslissen. Van nou, vandaag doen we volwassenheid. Morgen doen we weer wakkerheid. Dat kan toch niet? Dat is een tegenvallen hoor. Bewijs dat eerst eens. Wat weet je echt 100% zeker, goede vriend? Wat je oogjes je vertellen, is dat echt waar? Mensen op de wereld en zo? Prove it. Ze liggen dromen in je bedje, hè? Dan denk je ook dat er mensen op de wereld zijn, of vliegende krokodillen en weet wat. Ben je helemaal van overtuigd dat dat echt is? Right? Dat voelt ook als een ik. Dan word je wakker, maar dat bestaat allemaal niet. Weet je dan. Zo. Right? Dat is met dit ook. Alles waar je in gelooft, dat is heel vervelend. Hè? Dat is dus weer een van de akelige dingen van wakker worden. Alles waar je in gelooft, alles is onwaar. Nou, als jij gewoon mens blijft, kun je gewoon fijn in alles blijven geloven. Dat is veel gezellig. Maar wat is dan de zin van het leven? Het gaat toch om warmte, menselijkheid, groei. Ja, als je wil dromen wel. Ja, ik bedoel, als je verlicht bent, dan is het toch super, we gaan een egoïstisch iemand maken. Pardon? Ja, sorry, ik had dat zeg maar. Het klinkt eigenlijk en wat? Een egoïstisch iemand die zich helemaal afschuldigt van alles wat sociaal is. Oh, ik dacht dat ik hier in de droomsfeer tussen mensen zat. Dapper, hè? Dat vind ik doodeng om in je gebied te gaan. Ja, super te gek. Gewoon goed voelen wat er gebeurt. En het leuke is dat het precies omgekeerd is dan wat je denkt. En dat geeft dus helemaal niet. Egoïstisch is voor mij vasthouden aan een niet bestaande ik. En alles wat je doet, als je daar eerlijk naar durft te kijken in je leven, doe je voor jou. Je probeert mensen te vriend te houden voor jou, omdat je je anders ongemakkelijk voelt. Je probeert goed te zorgen voor mensen, omdat je eraan verbonden bent. En als er met je kind of je moeder of weet ik veel wat iets gebeurt, doet het jou pijn. Dus je probeert ze allemaal te behoeden voor van alles. Je loopt de hele dag in een kramp rond. Niet altijd. Nou, niet altijd. Bijna de hele dag. Op het moment dat je iets doet, gewoon vanuit je hart. Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja. Maar look at all the struggle, weet je wel. Be real. En hoe druk je je maakt over van alles. Het gaat allemaal over die ik. En de grap is, die ik bestaat niet. Ik ben nog niet zo overtuigd. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar wat interessant kan zijn, is gewoon te gaan onderzoeken waar je in gelooft. En wat echt waar is. Je gelooft in van alles en nog wat. Bijvoorbeeld dat het leven zin zou moeten hebben. Dat is dus zo'n ik-verzinsel. Er is geen zin. Cotambi zei het een keer leuk, hè? Die vraag kwam daar ook op. Van wat is de zin van het bestaan? Nou, zei Coach, volgens mij gaat het er helemaal niet om. Het gaat er gewoon om dat je zin in hebt. En je feitelijke bestaan is alleen maar nu. Hier. Dit. Waar gaat dat heen? Maar je gelooft in tijd en ruimte en in evolutie en ontwikkeling en al die shit die ze je aangepraat hebben. Dus je denkt dat het ergens heen moet gaan. Dat het beter moet worden. Allemaal gebaseerd op het idee, want anders kan dat niet, dat er nu iets mis zou zijn. Er is niks mis. Het gaat nergens heen. Het gaat nergens over en niets is belangrijker dan iets anders. Waarom is het zo dat het universum alsmaar uitbreidt? Hoe weet jij dat? Ja, nee, dat is maar... ja, nou zeg dan geen dingen die je niet weet. Nee, maar goed, dat schijnt volgens berekening zo. Ja, dat is fantastisch, maar jij hebt die calculaties niet gemaakt, dus je bent niet... gekwalificeerd daar iets over te zeggen. Ik ook niet. Ik weet het niet. Dit is dus een van de dingen wat constant gebeurt met mensen die in de droom leven. Ze denken dat ze een heleboel weten, maar ze hebben het uit de krant en van horen zeggen. Ze onderzoeken niks. Vandaar dat Ramana Maharshi wel eens zei, van je kunt alles weten van de wereld, maar als je jezelf niet kent, wat heb je eraan? Het is allemaal geleende tweedehands informatie die je in de droom houdt, want daar heb je het weer. Een ikje in een uitdijend universum. Waar haal je het vandaan?
Het is je aangepraat. Look at it. Zelfs het hele ideetje, ik ben geboren, is je aangepraat, want jij weet er niks van. Right? Ze hebben je foto's laten zien en maken je wijs dat jij dat bent. Je weet er niks van, totdat ze je zover hadden dat je ik ging voelen en ik ging zeggen. Toen was je eruit, uit die totaliteit. En toen begon het leven en het zin moeten hebben. Daarvoor, dat kindje, dat deed maar wat. Eén wolk bewustzijn, openheid, liefde. Weet je, had geen enkele identificatie, geen enkel onderscheidingsvermogen. In de zin van jij hier en ik daar, mijn dijn, al dat soort shit. Egoïsme dus. En tegen de tijd dat je 3 bent, wordt de grootste religie aller tijden geboren, egoïsme. Het geloof in een afzonderlijk ik. En of we ons nou hindoe of boeddhist of advaitin of christen noemen of whatever, allemaal hetzelfde, het is één wereldreligie, egoïsme. Simple as that. En by the way, daar is dus niks mis mee. Kun je als ikje vanuit het land, kun je dat nou echt willen zijn? Niet zomaar zoals je kunt gaan beslissen en zelfs dat gaat buiten je vrije wil om, want die bestaat niet. Van, je kunt ineens het virus hebben, ik wil tennissen. Je wordt wakker en tennissen, je gaat als een gek aan het tennissen. Ja, waar komt dat vandaan? Sommige mensen, en daarom doe ik van die flauwekul net als met die vragenlijstjes. Sommige mensen die hebben een virus en die moeten gewoon uitzoeken hoe het zit. Daar kunnen ze niks aan doen, daar is moeten. Andere mensen die moeten voetballen. Of 12 kinderen op de wereld schoppen. Als dat moeten er is, gebruik dan alles voor zover je nog denkt dat je iemand bent om dat vuur aan te wakkeren. Als dat moeten er niet is, dan kun je doen wat je wil, but you'll never get there. Maar het moet kan ook zijn dat volwassenheid voor, of het moet kan ook zijn. Je zult het vanzelf wel merken, toch? Volg het moeten. En dit is een superbelangrijk iets. Er zijn heel veel mensen namelijk die zich voor de gek houden en denken dat ze bevrijding willen. Ik weet het niet. Nee, dat is cool, fair enough. Wees eerlijk, dat is het belangrijkste wapen dat je hebt voorlopig. En als je die onrust voelt en je wil dingen weten, je wil dingen in twijfel trekken, onder ogen komen, uit elkaar rafelen van hoe zit het nou eigenlijk, volg dat gewoon en dat zal je brengen waar je zijn moet. Nou, bij sommige mensen is dat de vernietiging van afgescheidenheid. Bij andere mensen is het een volledig en expressief, compleet mens zijn. It's beautiful. En degene die dat virus dus niet hebben, kunnen het niet maken. You cannot fake it. En dus moeten we ook niet tegen een ander gaan zeggen van je zou wat meer zelfonderzoek moeten doen. Of jij moet gaan proberen vrij te worden. Dat gebeurt nog alles. Hè? Ik deed dat ook vroeger. Ik had dat virus, mijn toenmalige partner niet. En die zat ik de hele tijd lastig te vallen, het arme mens. En ze moest dit en ze moest dat. Ja, ze had zoiets van, ja, jij bent altijd bezig. Ik voed hier die kinderen op. Hey, doe ook eens wat. Maar ik moet boek schrijven en dingen uitzoeken en weg met de kinderen. Dat is allemaal hinderlijk. Zij kon er niks aan doen dat ze was zoals ze was. En deze hier ook niet. En als dat werkelijk helemaal doordringt, ben je dus ook af van al je conflicten met wie dan ook. Want er is niemand die op een x-moment anders kan dan dat die doet. Ik niet en die ander niet. Dus waarom kibbelen over dingen? Het slaat gewoon nergens op. Als je werkelijk een keuze zou hebben, dan zou je iets anders kiezen. Dus mensen die nog denken dat er zoiets als keuzevrijheid bestaat, kies er dan nu voor, en dan mag je zelf weten, om ofwel verlicht te worden, nu, of voor volwassen mens, nu. Kies maar. Dan weet je gelijk hoe sterk je vrije wil is. Nou, er gebeurt niks. I rest my case. Ja, jaren geleden was ik ziek door een fout elders, maar achteraf is het misschien heel goed geweest. Dus ik ben heel erg bezig geweest van alle pijnen die ik voelde, die voelde ik ook echt heel intens. En na tijden, toen ik weer beter was, toen dacht ik, maar ik voel ze bijna warmte en zo in mijn liefde. Ik had nergens last van. Toen dacht ik, maar dit is niet goed. Ja, natuurlijk, ja. Toen heb ik dat een beetje losgelaten, dat voelde ik inmiddels wel spijt van heb natuurlijk van weg. Kun je nu weer beginnen?
Ja, ik ben er tijd mee bezig, maar ik vond het wel heel bijzonder wat er eigenlijk nu achteraf, denk je, wat er gebeurt. Yes. Dit gebeurt dus heel veel, dus ik ben heel blij dat je dit naar voren brengt. Vooral hoor ik dat vaak van als ik wel eens contact heb met tieners. Weet je wel, er zitten er een paar bij, die zijn gewoon helder. En die komen enorm in de problemen, want ze hebben gewoon een pure waarneming van hoe dingen zijn. Maar iedereen om ze heen vertelt ze dat ze in die situatie moeten ze verdrietig zijn, in die situatie moeten ze zich schuldig voelen, in die situatie moeten ze trots zijn, terwijl ze zelf zoiets hebben van... Hoezo? Maar ik voel dat helemaal niet zo. En omdat dat constante bombardement van de story of self, zoals ik dat noem, bezig is, als ze de tv aanzetten, een boek lezen, een songtekst luisteren, papa en mama horen, of tante en oom, leraren op school, iedereen gelooft daarin, dus ze worden daar constant aan blootgesteld. En dat versterkt nog een keer het gevoel van, zie wel, ik spoor niet. Want ik moet eigenlijk dit of dat voelen, maar ik voel niks. En dan krijg je inderdaad exact wat je zegt. Ja, dan zal ik wel een gevoelsarm mens zijn. Of ik zal wel, dat dacht ik dus vroeger, dat ik een gebrek had in het vermogen om verbinding te maken. Terwijl ik letterlijk kan voelen wat een emotie doet in iemand. Ik was op mijn opleiding een van de beste in het invoelen. Maar ik dacht dat het bij mij zwarte aan het kunnen maken van verbinding, omdat ik dwars door al die shit heen keek. Alleen, dat wist ik niet. Dat had niemand me verteld. Constant is die programmering bezig. Als dit gebeurt, dan moet je zus reageren, doen, voelen enzovoort. En we houden dat allemaal in stand. En er zijn duizenden mensen die het eigenlijk anders zien. Maar they shut up about it. Want anders krijg je allemaal raar gedoe. Want dan krijg je van, wat ben jij voor een rare... Ome Jaap is dood. Waarom huil jij niet? Ik zie niet dat er iets mis is. En ik heb niet ome Jaap bij mijn ego opgeteld, dus ik mis hem niet. En als ik denk aan ome Jaap, voel ik hem right now. Ik kan nog geen stomp meer ruiken. Dat is waar. Maar dat hoeft ook niet. Dus zit ik soms op van die crematie, begrafenisdingen in een lichte mate van verbijstering om me heen te kijken. Dat allerlei mensen waarvan ik dan ook nog weet dat ze eigenlijk een schuldteken hadden. Nou, ja, dat allemaal. Ik denk van, come on. Zelfs toen Alexander doodging, zat er daar zo'n zaaltje vol allemaal te janken. Zijn leerlingen. En ik was daar toevallig met een vriend en zo, dus ik zit daar zo van, Alexander, zit je constant te vertellen, er is alleen maar bewustzijn, de persoon doet er helemaal niet toe. Dan zit je hier nou allemaal te jammeren. Ja, ik ben mijn leraar kwijt. Ja. Die arme man heeft inderdaad 15 jaar lang voor Jan Lul hier alles verteld wat hij te vertellen wil. Weird shit. En dit is dus een van de angsten waarom wij dus niet alleen van menselijke volwassenheid afgehouden worden, maar zeker ook van ontwaken. Een van de fundamentele angsten die mensen hebben is, als ik helemaal mezelf ben, als ik echt laat zien wat er in mij is, dan lig ik eruit. Dan moet niemand me meer, dan ben ik mijn baan kwijt, mijn familie, mijn vrienden, weet je wel. Iedereen zal me uitkotsen en het is niet waar. Dat kan ik je vertellen. Maar iedereen heeft die angst. En daar buigen we voor. Vandaar dat ik die fijne termen gebruik van de meeste mensen zijn slaven. En niet alleen maar omdat ze iedere keer naar een baantje gaan en dat soort shit. Maar slaven om constant te buigen voor, oh nee, dit kan ik beter niet zeggen. Of nee, ik moet het nou zo doen. En je bent er zo getraind in, onbewust bekwaam heet dat, dat je het vaak niet eens in de gaten hebt hoe je je de hele dag loopt aan te passen en eigenlijk gewoon de boel loopt te belazen. En je hebt het niet eens door. Je zegt ja waar je nee voelt en omgekeerd. Nou, iemand die volwassen wil worden of vrij, die moet daarmee ophouden. En is dat vol risico? Ja. Sure. Zul je mensen kwijtraken? Ja. Maar by the way, dat gebeurt toch. Ook als je je best doet om de hele tijd aangepast te blijven en iedereen het naar de zin te maken, ze blijven zijn. Is je daar nooit opgevallen? Er is altijd wel iemand die ergens iets op de mekker heeft. Pointless. Ik heb het over dat het geen vrije wil bestaat. Oh, hadden we het daar. Was ik al even vergeten. Hebben, of wel of niet meer. Nee, je kunt je ervan bewust worden. Dat is mogelijk.
Dus is inzien is mogelijk. Daar de vraag van bijna vrij. Nee. Dus je ziet iets in, nu, bijvoorbeeld zo'n bijeenkomst als dit, heeft de mogelijke potentie dat er een kwartje valt. Ik ga daar niet over en jij gaat daar niet over. Het kan wel gebeuren. Maar dus over niets gaat niemand. Ja, want er is niemand. En desondanks is dus inzicht en verandering mogelijk. Alleen niet op basis van wilskracht of iets dergelijks. En daarin weet je dus niet of het gaat gebeuren of niet. Exact. Dus wat maakt dan dat jij in jouw tekst beschrijft dat er een altijd werkelijkheid is en dat er een andere laag is? Hoezo, wat maakt dat? Nou, dat is een constatering. Dat je daar dus een keuze hebt. Dat zeg ik toch helemaal niet? Ik beschrijf hoe het zit. En door de beschrijving van hoe het zit, is het mogelijk dat iemand ineens zijn oog open doet. Ik zeg niet dat je kunt kiezen tussen de ene en de andere laag. En als iemand wel denkt dat dat kan, dat vroeg ik net al, van nou, kies dan nu voor menselijke volwassenheid. Dan kun je erachter komen of die vrije wil werkt of niet. Want je moet nooit maar iets aannemen, hè? Ook niet van deze hier. Maar op het moment dat iemand dus begint zich bewust te worden van de structuren waar hij in zit, en wat ik gisteren de gevangenis noemde. Iemand die krijgt ineens in de gaten, bijvoorbeeld door zo'n bijeenkomst, of omdat hij zijn hoofd stoot, wie zal het zeggen, van shit man. Ineens zie ik overal die spijlen. In mijn relaties, in mijn werk, in mijn huis, weet je wat ik zie. Dan krijg je een hele andere beleving. En die andere beleving kan zorgen voor andere acties, andere overwegingen, andere vorm van omgaan met dingen. Dat kan gebeuren, maar dat komt niet door een beslissing van iemand. Dat kan wel gebeuren. Bij mij deed het van binnen allemaal zozeer dat ik moest zoeken naar een uitweg. Dat heb ik niet besloten met een glaasje wijn op zondagochtend. Maar kom, laten we nu eens een spirituele zoeker worden. Dat lijkt me leuk. Ik werd gedreven. Nou, die drive... Die drive is dus ook geen vrijwillig. Nee, natuurlijk niet. Daarom zei ik net, van sommige mensen hebben die drive op dat virus en anderen niet. Daar kan niemand iets aan doen. Maar het is wel handig om het te weten of je het virus hebt of niet. Want het lijkt mij heel vervelend als je hem niet hebt, maar je zit jezelf de hele tijd op te jagen omdat je vindt dat je hem zou moeten hebben. Dat gebeurt nogal. Zeker nu spiritualiteit wijdverbreid en makkelijk toegankelijk is en er zo'n oerwoud is aan bullshit. Je kunt jezelf het daarmee verschrikkelijk moeilijk maken door vanuit je afgescheiden denken een hele nieuwe laag te gaan toevoegen. Een spirituele laag waar je ook weer aan zou moeten voldoen. Wordt de gevangenis gewoon nog erger van, snap je? En dat is waar ik heel veel zie gebeuren. We moeten dit, we moeten dat. Dan gaan we daarmee proberen weer goedkeuring te verdienen of een goed gevoel over. Ik heb vandaag al 3 uur gemediteerd. En morgen, ik heb maar 2,5 uur gemediteerd. Ik ben weer tekort geschoten. Mediteer nooit, of altijd, kun je ook zeggen. Wat ik zelf merk is dat ik me eigenlijk constant irriteer aan mezelf. Dan kan ik soms die irritatie onmiddellijk voelen als het gebeurt. En dat gaat eigenlijk onmiddellijk weg. Er zijn andere momenten, dan reageer ik vanuit een soort dieper vertrouwen dat is. En ik vraag me af, op dat moment kan ik dan eigenlijk niks zoveel van dat soort patronen. Ja, en wat van belang kan zijn, niet per se helpend, maar van belang kan zijn, is te zien dat al die patronen komen uit één zaadje. Ik als afzonderlijk wezentje. En een ik wil het altijd naar zijn zin hebben, of dat het zes of zo gaat, en heeft voorkeuren voor dit en afkeer van dat. Dus al die patronen, dus een hele fontein. Ja, een fontein heeft maar één sproeimond, zou ik maar zeggen, weet je wel. Er komen al die stralen uit. Ja, daar moet je dus zijn eigenlijk. Maar dan kom je dan? De waarheid, en ook binnen dit soort thematiek, die meer met die volwassenheid te maken heeft, de waarheid is altijd heel erg simpel, maar niet per se makkelijk. De trekkracht, weet je wel, van je gewenning, vanuit die story of self, die jij niet bedacht hebt, maar dan ben je mee gebombardeerd, generatie op generatie. Weet je wel, daar is al duizenden jaren bezig, al die bullshit. Dus dat is vrij krachtig, zou ik maar zeggen, weet je wel. Dus, ja, zo gaat dat. En dus aan de ene kant lijkt het erop dat het voor heel veel mensen
dusdanig pijnlijk moet worden dat ze de helderheid vinden of de focus om naar de kern van de zaak te gaan en daar te blijven. Ja, en in de tussentijd is het vaak een soort heen en weer schieten. Nou, het goede nieuws erin is dat er heldere momenten zijn en dat er gewoon momenten zijn dat je wel totaal kan ervaren wat er is. Ja, daarmee wordt het contrast natuurlijk ook duidelijker met de momenten dat het niet zo is. En that's a good thing. Ja, je zult wel moeten, want je kunt niet meer stoppen. Nee. Al is er maar één of twee van die kiempjes van dat virus binnen, weet je wel, je kunt nooit terug. Wat je hebt ingezien, kun je niet meer ontzien. Weet je wel, en wat je ervaren hebt door bijvoorbeeld ergens contact mee te maken, dat zit in je systeem. Iets weet dat. Het weten, zal ik maar zeggen, is in ons allen aanwezig. We zijn dat eigenlijk en dat probeert er doorheen te komen. Op allerlei manieren, weet je wel, om duidelijk te maken van oké, dit is wat er gebeurt als je je verzet en je probeert het te krijgen zoals jij denkt dat het moet. Dit is wat er gebeurt als je in vrede bent met hoe het is. Dus door al die ellende, zou ik maar zeggen, kan het zijn dat er een moment komt dat je gewoon alles laat vallen. Van, en nou bemoei ik me gewoon helemaal nergens meer mee. Ik kap er gewoon mee met het 6 of 7 willen krijgen. En ga eens gewoon ervaren wat er dan gebeurt. Maar zolang wij nog niet echt 100% doorhebben dat controle niet werkt, want in feite is het gewoon proberen de boel te controleren. Weet je wel? Zolang we dat nog niet 100% doorhebben, zullen we het blijven proberen. En dat is op een heel simplistisch niveau, hè? Want als ze ratjes conditioneren, laten ze dan op een knopje duwen en dan krijgen ze 1 van de 5, 6 keer een brokje. Dat hoeft maar 2, 3 keer gedaan te worden in een reeksje van 10. Dan krijgen ze dus 1 op de 10 of 1 op de 6, krijgen ze iets. Dan blijven ze gewoon op dat knopje drukken. Zelfs als ze het reduceren naar 1 op de 50 keer, blijven ze nog. Nou, wij zijn niet veel intelligent. We blijven, want ik heb de indruk dat ik heb 30 keer geprobeerd iets naar mijn zin te krijgen en ik had het idee dat 1 of 2 keer het toch lukte. Ik zou denken van die 28 keer dat het niet lukt, is zijn voor mij, als we dan toch over getallen hebben, veel belangrijker. Dus wat gebeurt er dan als ik gewoon niet meer op het knopje druk? Nou, dan blijkt er ook gewoon koffie te zijn, en pindakaas, en water. Het is eigenlijk vakantie. Ik krijg gewoon zomaar alles wat nodig heb. Eigenlijk. En ik maak me helemaal niet druk. En vroeger maakte ik me heel erg druk. Ja, toen was ik niet alleen een stuk miserabel figuur, maar ik had ook minder geld. Grappig. En ja, toen begon ik een paar dingetjes in te zien. En ik dacht van, dan kan ik mooi op een berg gaan zitten en ben ik van al die mensen af. Nee, toen kreeg ik een centrum en een baan. En er werden boeken geschreven. En er kwamen centjes. En ik dacht, fijn, ik heb een dark pijltjes kopen. Want ja, ik blootde niet meer. Dus dan moet je iets anders gaan doen. Als je bloot heb je geen zin om te gooien. Het lijkt een beetje op mediteren eigenlijk. Alles is één, man. Ik zag Jezus. Heb je hier nou wat aan eigenlijk zo? Wordt wat luchtiger. Wordt wat luchtiger, dat is wel fijn. Ja, super. Je kunt het niet licht genoeg nemen. Zo'n boek, weet je wel, van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Waar ik trouwens een prachtig boek en een mooie film vond. Maar het is zo gelul. Lichtheid draagt heel makkelijk. Je voelt het niet eens. Het besef dat alles zeer is, wordt dat nog altijd bij de volwassenen. Dus het hoogstrijke bereiking, als ik dan. En ik kan niet beseffen dat alles één is. Ik kan het wel roepen. Kijk, het punt is, er is niet een ik die zegt alles is één. De eenheid ervaart zichzelf. Het is niet van iemand of zo. Snap je? Want er zouden er alweer twee zijn. Hè? Dus iets wat dan ervaart dat er eenheid is. Dus dan heb ik hier iets en hier de eenheid. Dan is het geen eenheid, hè? Dan is het twee. Wat wel mogelijk is, is als je nog steeds in de droom zit, om te gaan voelen dat er gewoon een grote, een soort van bewuste ruimte is waarin jij rondloopt. En dat je eigenlijk zowel dat poppetje bent
met al zijn neigingjes en dingetjes, weet je wel. Maar ook eigenlijk die bewuste ruimte waar je in rondloopt. Dat is wel een fijne ervaring. Dan begint het al een beetje compleet te worden, snap je? Dan ben je niet meer beperkt tot je huid, of als je spiritueel bent, tot je ouder. Want dan past iedereen erin eigenlijk. Dan komt er ontspanning. Ja, uiteraard. Want dan is het heel moeilijk om nadruk te gaan leggen op één body-mind. Bijvoorbeeld deze. Alsof die het belangrijkste zou zijn. En dan krijg je vanuit die ervaring een soort van, dat iedereen die je tegenkomt, dat je die eigenlijk herkent. Je ziet dezelfde neigingen, dezelfde eindeloze compositie daar tegenover je, als wanneer je in de spiegel kijkt, hier voelt. Dus voel je daar, voel je hier, van hé, daar komen beelden en gedachten en fysieke sensaties en gevoelens op. Hier ook. Daar is moeiteloos bewustzijn van al die dingen die verschijnen, hier ook. En eigenlijk kan ik niet vinden waar de grens zit tussen jou en mij. Zit die hier? Dan ben je ook gelijk af van dat compassie-verbondenheid verhaal. Want we lopen allemaal in hetzelfde rond, we zijn weer the same. Maar dat was het in de zon. Ja. Maar dat is wel top. En ik kan wel waaruit dan dat je hier in zit. Ja, dat is mogelijk. Dat is mogelijk. Hoewel het natuurlijk heel waarschijnlijk is, en dat gebeurt ook heel veel, en daar is niks mis mee, dat het zo prettig gevonden wordt. Dat je daar lekker blijft. Top, want dan hebben we eindelijk een gelukkig mens. En daar is een groot tekort aan. Zag er eindelijk genoeg, hè? Be happy for a change. En dan doodgaan, hoe kun je die ervaring opzoeken? Die bewuste. Ja, je kunt je aandacht verplaatsen, zou je kunnen zeggen. Het kan zijn dat je kunt gaan opmerken dat die aanwezigheid hier nu is. Alles wat hier gebeurt. Gebeurt daarin moeiteloos, registreer je dit geluid. Je hoeft niet echt te luisteren, het wordt gewoon geregistreerd. Moeiteloos registreer je dat er bijvoorbeeld gedachten opkomen. Right? En die komen zomaar op, vanuit, ja, niet vanuit iets, maar gewoon zo bloep, bloep, bloep. En die verdwijnen weer. Gevoelens, idem dito. Fysieke sensaties, idem dito. Die verschijnen allemaal in een soort, je zou kunnen zeggen, energetische ruimte. It's already here. Het is mogelijk dat je daar aandacht aan geeft. Dat je ook bezig bent. Nee, maar ik leg het je nu uit. Je kunt ook nu rechter grote teen. Kijk, je aandacht is er al. Er is geen keuzevrijheid, maar ik wijs het je gewoon aan. Linker oorlelletje. Hupsakee. Ja, nu voel nu die ruimte is om je heen. Voel nou eens wat er 3 meter boven je hoofd is. Wat voel je daar? Ja, zeg maar. Niets. Nee. Waar je zegt. Ja, exact. Dat. That's it. Nou, het voelt meer dat ik hier naartoe ben. En niet daar. Weet je? Dat ik meer in mijn hoofd zit. Oké, ook goed. Maar wat is hier? Niks. Ja, hoe voelt dat? Gewoon richt je aandacht daar eens op. Hoe voelt dat? Anderen mogen meedoen. Hier is wat ik. Dit hier of jij daar? Nee, ik hier. Oké, maar het ging om dit. Ja. Dus wat voel je hier? Niks. Ja, snel. Wat is er mis met niks? Is dat in strijd met iets of gewoon aanwezig? Het lijkt op mijn mind die wereld kan leggen tussen niks en aanwezig. Oké. Dat is wat er veel gebeurt, is fijn dit. Dat we dus gaan voelen vanuit onze mind. Dat kan niet. En dat we dus, wat we allemaal geleerd hebben, en dus wat ik die story of self noem, het zit er constant tussen. Het is voor mij, ja, wie ben ik, een eitje om gewoon ruimte te ervaren. En hoe voelt dat als open, stil, beschikbaar? Je kunt er eigenlijk niks over zeggen behalve wat het niet is. Het is niet een iets, het wil niks en alles mag erin verschijnen. Zoiets. Op het moment dat het me lukt om daar mijn aandacht naar te verplaatsen, komt er een soort ontspanning of angst. Altijd één van de twee. Dat is allemaal goed. Als je nu even naar je gedachten, doe eens even je ogen dicht voor de gein.
Zijn er nu gedachten? Oké. Zijn er nu gevoelens? Onzekerheid bijvoorbeeld. Ja, oké. Nou, ga even naar die onzekerheid toe. Dus die voel je gewoon even. Dat is gewoon energie die beweegt, hè. Dat is gewoon onrustige energie, gaat om niks eigenlijk. En dan voel je gewoon 10 centimeter naast die wolk onrust. Maakt niet uit welke kant op, gewoon daarnaast. Wat is daar? Alsof ik die wolk meeneem. Kom op, daarnaast. Steeds verder een stukje er vandaan gaan, een stukje uitzoomen. Kijk maar of je bij dat niets kan komen. Hoe groot die wolk ook wordt namelijk, je bent je er nog steeds bewust van, hè. Ja. Dus die wolk die kan van mij pak je die hele kerk vullen. En nog steeds zou je kunnen zeggen van, oh, die wolk is zo en zo groot. Right? Dat betekent dat er dus iets helemaal niet in die wolk zit, maar gewoon naar die wolk kijkt. En dat wat kijkt, wat ik net bewuste ruimte noemde, of niet, vindt daar niks van. Is dat te volgen? Nou, dat zijn, of zien, of niets, wat je maar leuk vindt, is gewoon de hele tijd aanwezig. En het registreert alles wat gebeurt. Iedere fysieke sensatie, iedere energetische beweging, iedere gedachte, ieder beeld, verschijnt daarin. En dat zien, of zijn, of hoe je dat wil noemen, dat wat je werkelijk bent, vindt daar niks van. En welk samenstel er ook plaatsvindt, van gedachten, beelden, gevoelens enzovoorts, er komt geen krasje op dat zin. Dus een ego kan roepen, ik ben gekwetst geraakt toen en toen ze mijn fiets hebben gestolen. Het bewustzijn weet niks van kwijtraken en hebben, en zeker niet van fietsen, en wat stelen is, nooit van horen. Dus dat bewustzijn is gewoon compleet beschikbaar, onbeschadigd. Wat jij wezenlijk bent, is dus nog nooit iets aangedaan. Terwijl het verzonnen ikje altijd het gevoel heeft dat hem iets is aangedaan of dat hij een ander iets heeft aangedaan. Dus het maakt nogal verschil of we vanuit die constructie, die ik-constructie, de dingen bekijken die zeer kwetsbaar is. En onzeker en feilbaar en weet ik wat allemaal. Of er is gewoon het natuurlijke schouwen wat er al gratis en voor niks aanwezig is. En waarbinnen alles wat maar te verzinnen valt en niet te verzinnen valt, verschijnt en weer verdwijnt. Moeiteloos. Dat zijn twee perspectieven die niets met elkaar te maken hebben. En het is mogelijk om daar opmerkzaam op te zijn. Op die stilte of openheid die er gewoon is. Als we ons daar bewust van worden, krijg je meestal een tijd lang met een soort heen en weer gedoe, ik heb dat pingpongen genoemd, van heel sterk in dat ego zitten, want die gaat beter voelbaar worden. Want die gaat heisa maken, want die wil dit niet. En momenten dat je gewoon helemaal open en ontvankelijk bent, en alles gewoon ziet gebeuren, je zou bijna denken dat even licht wordt. Gewoon met kijken en dan ineens... En dat is hartstikke goed, want daardoor ga je het contrast duidelijk krijgen. Dus het contrast kan niet sterk genoeg zijn. Dus het gevoel van gevangenschap en identificatie kan er niet sterk genoeg zijn. Dat motiveert enorm namelijk. Het gevoel van openheid of natuurlijkheid, of hoe je het wil noemen, kan ook niet sterk genoeg beleefd worden, want ook daar leer je van. Dus dat is perfect. En op een gegeven moment, als werkelijk realisatie plaatsvindt, dan zie je dat je vooraf gaat aan zowel die openheid als die identificatie. En dan maakt het geen reet meer uit. Maar dat zie je dan wel weer. Dus kijk eens gewoon af en toe, als je dan toch iets wil doen. Als je denkt dat je iemand bent. Of je je aandacht gewoon even kan verplaatsen, als er veel gedachten zijn bijvoorbeeld, maar net naast de gedachte. Waar gebeuren die gedachten in? Richt je aandacht daar eens op. We zijn nogal getraind om naar objecten te kijken. Het meeste hier in deze kerk is leeg. Daar is het meeste van. Maar wij kijken naar zo'n poppetje, naar een dingetje. En dus die space, zou ik maar zeggen, die valt helemaal niet op. Terwijl daar de vrijheid ligt. Zo. Dat is leuk. Bijna mijn kont van die stoel. Zullen we even pauzeren of zo? Goed, dankjewel.